Sanne, jij bent vandaag in actie gekomen. Laten we het eerst even hebben over je eerste partij. Die duurde vrij lang, 3 minuten in de golden score en uiteindelijk won je hem. Kan je daar iets over vertellen? Ja, in ieder geval best wel blij mee. Ik had in het begin eigenlijk al wel zoiets van oké, ik moet gewoon er vol voor gaan. Vorig jaar heb ik mijn eerste partij verloren en dat was vooral ook wel een domme fout toen. Dus ik wilde vooral nu heel graag in ieder geval beter judoën dan vorig jaar en het liefst natuurlijk ook gewoon de eerste winnen. En op zich voelde ik wel dat er kansen waren, maar dat lukte dan telkens net niet. Het is inderdaad een hele lange golden score. Maar Garm zegt ook altijd wel, je conditie is gewoon heel goed. En vaak zakken anderen er dan doorheen. En dat was nu ook wel zo. Ik moest zelf ook wel van ver zoeken, maar ik ben wel blij mee hoe die is gegaan. En dat ik die gewonnen heb uiteindelijk, ja. Ja, want vervolgens sta je tegen de nummer 4 geplaatst, de Duitse tegenstander. Merk je dat dan toch, dat zo'n partij die je daarvoor hebt gehad, zo'n slopende partij, heeft dat toch effect dan op de volgende partij? Of kan je toch wel jezelf goed weer laden voor een volgende pot? Ja, ik denk dat ik... Nu merkte ik het sowieso nog niet echt, want het was redelijk snel afgelopen. Maar in dit geval had ik het gevoel dat ik wel weer goed hersteld was, ja. Hoe ging die tweede partij? Want je verloor het eigenlijk via een houtgreep, daar kwam je in terecht. Kan je daar even iets over vertellen? Hoe ging je erin? Ik was wel heel zenuwachtig, omdat zij natuurlijk, ze staat gewoon echt hoog gerankt. En ik heb ook wel eens op stages en zo tegen haar gejudood. En dan is ze gewoon echt heel sterk en ook wel lastig. In het begin hield ik me niet helemaal goed aan het plan. En dan krijg je scoren tegen. En in dit geval, ik viel redelijk een beetje bijzonder op mijn schouder. En dat voelde gewoon niet zo heel fijn. Daar raakte ik best wel door afgeleid, waardoor ik in de rest van de pot er niet helemaal bij was. En toen kwam ik in de houtgreep en ik kon gewoon niet zo heel veel meer. Dus toen het was voorbij. En zal uiteindelijk ook het effect van wat je nu bij je draagt? Dat wel. Maar ik weet niet of het helemaal daaraan ligt. Sowieso ligt het niet helemaal daaraan. Maar het was wel lastiger om echt volle bak verder te kunnen judoën. Hoe was je voorbereiding voor dit toernooi? Want vorig jaar maakte je natuurlijk je debuut hier. Ik kan me voorstellen dat je die ervaring toch al wel weer rijker was, zeg maar. Dat die druk eraf was. Ik merkte zelf niet zo heel erg dat ik echt die ervaring heb. Maar voor mijn gevoel heb ik dat niet per se meer. Maar als ik dan hier ben en dan denk ik toch wel op zich wel meer ervaring. Nog steeds heel spannend, maar wel meer ervaring inderdaad dan vorig jaar. En we hebben gewoon geperiodiseerd naar dit toernooi toe en dat is verder gewoon goed gegaan. Ik heb geen grote blessures of rare dingen vlak van tevoren, dus dat was allemaal prima. Top, dankjewel.